nieuwe bullet journals. Hiermee kun je dus op textiel schilderen, tekenen, wat je maar wil. Zie je die metallic glans? Heel erg goed. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze XXL Action Shoplog. Mijn naam is Elise, ik heb zelf een creatief YouTube kanaal Elise Dingen. Maar vandaag heb ik hier een leuke video voor je. Ik heb gewinkeld op de creatieve afdeling van Action. En vandaag laat ik je zien wat ik allemaal heb geshopt. Ben jij nou net als ik dol op al die creatieve spulletjes? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Het eerste waar mijn oog op viel toen ik de winkel binnenstapte waren deze nieuwe bullet journals. Ik heb hier drie varianten, maar er was nog een vierde, een zwarte met zilveren hartjes erop. Ik heb hier nog eentje, een soort tropische dierenprint. Dan een roze met gouden stippen en eentje met een bloemenprint erop. En wat ik zelf heel erg leuk vond aan deze journals, is dat er ook stickers bij zitten. Elk journal heeft twee bladzijden met stickers en per journal zijn die stickers ook weer verschillend. Om je even een voorbeeld te laten zien, ik heb hier het roze journal en de stickers die daarin zitten, die zien er zo uit. Het velletje daarachter is dezelfde stijl, maar andere kleuren. Super handig om te gebruiken in je journal. En ook hebben deze journals een handig elastiek. Zo kun je je boekje altijd mooi dicht houden. Hier nog even een kijkje bij de stickers in het tropische journal of het dierenjournal. Deze zijn weer een andere stijl en ook in twee verschillende kleuren zijn ze er. En de stipjes in het journal, die zijn best wel klein. Wat ik zelf heel erg handig vindt. Alle journals hebben een ringband en aan de binnenkant hebben ze ook nog zo'n extra vakje. Heel handig om bijvoorbeeld je rooster of andere belangrijke papieren in te bewaren. Iets wat je goed kan gebruiken met een journal zijn natuurlijk stickers. Ik zag verschillende stickerboekjes en ik vond deze wel heel erg schattig. Hij is heel handig en klein, dus hij kan mooi mee in je tas, mocht je hem dus in je journal willen gebruiken. En er zitten hele leuke stickers in. Zoals bijvoorbeeld deze in vrolijke kleuren. Of deze als je over een feestje journalt. En om dan meteen nog iets te laten zien wat goed bij journalen past. Ja, dat is natuurlijk washi tape. Hoe kan ik die laten liggen? Ja, niet dus. Ik heb hier wel 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende soorten meegenomen. En ik ga ze je allemaal even laten zien. Allereerst hier twee setjes. Eentje in feestthema en de onderste in een zeethema. Dan heb ik hier een setje in dierenthema. Of eigenlijk een beetje kattenthema. En de onderste in een liefdesthema. En dan heb ik nog deze twee. De bovenste in een soort picknickthema. En die onderste is gewoon heel erg cute. Dat het inmiddels herfst is, dat hoef ik je niet meer te vertellen. Maar wat ik je wel kan laten zien zijn een aantal leuke herfstknutselspullen. Ik vond namelijk een paar houten figuurtjes in de vorm van herfstige blaadjes. Ik heb hier bijvoorbeeld ook vosjes, paddenstoelen. Heel erg leuk om bijvoorbeeld op sneeuwmeel te plakken of bij een cadeautje te stoppen. Ik heb hier dus een mix van vossen, blaadjes en paddenstoelen. Paddenstoelen en ook een doosje met verschillende soorten paddenstoelen. En dan heb ik hier een mix van appels en pompoenen en eentje met eekhoorntjes en egeltjes. En dit soort figuurtjes zijn ook heel erg leuk om een leuke herfstdecoratie in huis mee te maken. En bij de herfst hoort ook een beetje Halloween. En ik zag deze kleine kleisetjes waarmee je zelf Halloween figuurtjes kunt knutselen. Maar ze zijn wel heel schattig en gelukkig niet heel eng. Deze twee setjes zijn mijn favoriet met het schattige spookje en de pompoen met de kat erop. En in deze doosjes zit dus precies de kleuren klei en de juiste hoeveelheid om dit te maken. Hier heb ik nog een uiltje en een heks. En er waren nog een paar varianten. Volgens mij nog een pompoen en een soort monster van Frankenstein. En zoiets is natuurlijk ook heel erg leuk om te maken zelf of misschien met kinderen in de herfstvakantie. Waar je ook leuk mee kunt knutselen, dat is deze textielverf. Dit is een setje van 6 verschillende kleuren. We hebben zwart, wit, geel, rood, blauw en groen. En hiermee kun je dus op textiel schilderen, tekenen, wat je maar wilt. Je zou ook kunnen stempelen als je een stempel in de textielverf dipt en dan op je textiel aan de slag gaat. Ja, heel leuk om je eigen t-shirt te maken of wat dacht je van een canvas tasje pimpen? Echt heel erg leuk. Ook iets waar je leuk mee kan knutselen, dat zijn deze mini knijpertjes. Ook leuk om bijvoorbeeld een herfstslinger te maken met die houten figuurtjes. Ook zag ik iets wat volgens mij nieuw was. Dat zijn deze calligrafie markers, maar dan in metallic kleuren van DecoTime. En ze zitten in een handige tray. Ik heb ze even uit de verpakking gehaald, want dan zie je die metallic glans van die kleuren zie je heel erg goed. Ik denk dat dit heel erg tof is als je er een kaartje mee maakt met handlettering erop. Of misschien in je journal. Ik denk dat ze een heel leuk effect geven. Nou ja, en ze komen dus in zo'n handige bewaardoos die je ook weer kunt stapelen op hun andere bewaardozen. Dan iets waarvan je weet dat ik het eigenlijk nooit kan laten liggen. En dat zijn papierblokken. Ja, dat is toch wel een beetje mijn obsessie. Ik vind het altijd leuk als er weer nieuwe papierblokken liggen. Met leuke kleuren, patronen. Kun je zo goed gebruiken in je journal. Als je een kaartje maakt. Als je iets anders knutselt. Je kunt
kunt het overal voor gebruiken. En mocht je nou twijfelen welke het meest geschikt is voor jou, op de achterkant kun je een beetje de stijl zien per blok. Ja, of je bladert er gewoon even doorheen, dan zie je ook al snel genoeg of het iets is wat jij leuk vindt. Ik vind deze heel erg leuk, omdat er best wel veel gekleurde plaatjes en gekleurde bladzijden in zitten. Deze plaatjes die kun je bijvoorbeeld zelf uitknippen. Maar die plaatjes die ik zo net ervoor had, die zitten achter in het boekje, die kun je eruit drukken. Die zijn voorgestanst, dan heb je dus geen schaar nodig, maar je kunt ze zo uit het papier drukken. Zo, kijk. Super handig toch? Dan kun je ze makkelijk gebruiken in je journal en heb je dus niet nog extra een schaar nodig. Dit blok vond ik ook heel erg leuk omdat hij wat meer herfstige kleuren bevat. Ja, die zijn echt geschikt voor dit moment. En zoals je ziet zitten er ook een aantal goudfolie details in. Naast die plaatjes heb je dan ook nog gewoon patroonvellen en die hebben aan de achterkant weer een ander patroon. En voor de pastelliefhebber zijn er deze twee blokjes. Die hebben weer hele leuke zachte pastelkleuren. En deze variant die heeft alweer een aantal zilveren foliedetails. En het laatste kleine papierblok dat ik meenam, dat is deze. De Bold Safari variant. En je ziet het eigenlijk al een beetje. Het zijn hele felle kleuren, maar er zitten ook heel veel dierenprintjes in. Het is echt een mix, een vrolijke mix van alles en nog wat. Ook hier heb je weer de plaatjes die je uit kunt drukken. En hé, dat is leuk. Hier zitten ook cadeaus. Labels in. Als je dan een cadeautje aan het inpakken bent, dan haal je gewoon het labeltje uit het blok, schrijf je iets leuks op en je bent klaar. Ja, blijf het maar zeggen, maar ik vind dit soort blokjes altijd heel erg handig. Ik zei al dat dat het laatste kleine papierblok was wat ik mee heb genomen, maar ik heb ook nog twee grote papierblokken meegenomen. Oh, en deze houd ik op de kop. Dus daar zie je niet zoveel van. Laat ik je die dan als eerste even wat beter laten zien. Wat mij heel erg aansprak aan deze variant is dat het een beetje in reisthema is. Bijvoorbeeld vellen als deze twee, die zijn super leuk om te gebruiken in je travel journal. Of wanneer je een collage maakt of misschien een fotoalbum maakt van een vakantie waar je naartoe bent geweest. Vakantie waar je naartoe bent geweest? Van een vakantie die je hebt gehad van... Gewoon van een vakantie. Ik ben denk ik ook toe aan vakantie. Er zitten plaatjes in van stempels, kaarten, aanzichtkaarten, echt van alles en nog wat. Echt een leuk blok voor in je travel journal. En het andere grote blok wat ik mee heb genomen, die is gewoon weer heel erg vrolijk, heel erg Elise, heel erg kleurig. Veel blauw wel, maar kijk, bladzijden als deze... Ja, dat vind ik toch wel echt heel erg leuk. Deze plaatjes kun je juist weer uitknippen, maar zo'n grote, die kun je weer goed als achtergrond gebruiken. Nou had ik al eens vaker polymeerklei gezien bij Action. Dat is hele leuke klei die je kunt afbakken en na het afbakken wordt het hard. Dus perfect om je eigen oorbellen mee te maken of misschien een sleutelhanger mee te maken. Maar nu zag ik dat ze een grote set met polymeerklei hebben in... Een handig bewaardoosje. Heel handig, want dan droogt je klei niet uit. En er zitten ook een aantal handige tools bij. En als hier nou geen kleur voor je bij zit, ja, dan weet ik het ook niet meer. En dan als laatste nog iets waar ik volgens mij bijna altijd mijn shoplogs mee afsluit. Omdat ik dit gewoon niet kan laten liggen. Dat zijn natuurlijk... Die leuke grote stickervellen. En ik heb ook alweer een paar leuke herfstige varianten gevonden. In elk pakje zitten twee stickervellen. En deze hebben van die mooie herfstige kleuren of plaatjes als lantaarns en mokjes. En ook deze variant met heel veel paddenstoelen stickers, die past natuurlijk goed bij de herfst. En misschien denk je dan wel, wat doe je nou met dat soort stickers? Ja, ik vind ze dus heel erg leuk om te combineren met die papierblokken. En dan in mijn journal een leuke pagina te maken. Maar je kunt ze ook gebruiken op een kaartje of misschien om je schrift of notitieblok ermee te versieren. Het is maar net wat jij wil. Dan was dit alles wat ik deze keer geshopt heb. Ik ben heel erg benieuwd, wat was nou jouw favoriet van deze shoplog? Laat het me weten in een reactie onder deze video. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Hopelijk zie ik je terug bij een volgende video. En wil je nou niks missen, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende video. Doeg!